Dag lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Lopke Vaassen, ik ben diëtist en in deze podcast praat ik iedere week met een andere gast over onderwerpen gerelateerd aan gezondheid, plantaardig eten, bewust leven, persoonlijke groei. Allemaal een beetje in die niche. En de OG-luisteraar, die zal Armanda denk ik nog wel kennen. Armanda is namelijk eerder te gast geweest. 2,5 jaar geleden ben ik ook al bij haar geweest. En wat denk ik velen van jullie niet weten, is dat na die aflevering het contact met Armanda behoorlijk geïntensiveerd is. Eigenlijk vrij snel nadat ik bij haar de podcast heb opgenomen toen, kreeg ik een berichtje van haar. Hey Lopke, we moeten nog eens praten, want ik ben al een tijdje in gesprek met het voedingscentrum. En ik heb al bedenkingen bij wat zij stellen, wat zij zeggen over plantaardig eten. En eigenlijk kom ik niet verder met hun, dus ik heb zoiets van, laat ik het maar gewoon zelf doen, maar ik kan dat niet. Sta jij ervoor open om met mij samen na te denken over het maken van een plantaardige schijf van 5? Nou, dit project dat liep behoorlijk uit de hand. Ik zei in mijn enthousiasme, ja, hartstikke leuk, met het idee, dat schrijven we even in 2 maanden. Het werd een project van bijna 1 jaar. Het werd veel groter dan ik ooit van tevoren had kunnen bedenken. En soms is het maar goed dat je niet weet hoe groot iets wordt van tevoren, want ik weet niet of ik het dan ook had gedaan. Maar ik begon met schrijven en ja, zoals dat dan gaat, van het een komt het ander en er werd dit bijgehaald en daar moest op gelet worden. En voor je het weet heb je een heel rapport geschreven waar heel veel diëtisten hebben meegewerkt in de vorm van feedback geven. En eigenlijk pas bij de lancering hadden we door hoe groot dit echt was geworden. Want we haalden zelfs het NOS Journaal ermee. Nou, ik heb in die maand, dat was in september 2021, toen veel credits gekregen voor deze schijf. Maar de echte founding mother van deze schijf, dat is Armanda Govers. En Armanda doet nog veel meer. Ze is iemand die in mijn optiek het soms nog moeilijk vindt om de spotlight te pakken, terwijl ze op de achtergrond zoveel goede, waardevolle, belangrijke dingen doet voor een wereld waarin een plantaardig dieet de norm wordt. Ik denk dat haar allerbelangrijkste werk op dit moment zich afspeelt bij de VVD of al politieke partijen. Dat is namelijk niet de partij waarvan je verwacht dat iemand die superveel bezig is met duurzaamheid, dat die daar actief is. Maar dat is nou juist waarom deze aflevering die we opgenomen hebben zo belangrijk is. Ik praat met Armanda namelijk over haar lobbywerk bij de VVD. En dat is ook een beetje waar deze aflevering over gaat. Hoe belangrijk het is dat je je, juist als je heel veel duurzame ambities hebt, en het gaat niet alleen over de politiek, dat je jezelf dan juist aansluit bij clubs die hier nog zoveel in te winnen hebben en vooral als ze heel veel macht hebben, zoals een regeringspartij, zoals de VVD. Dus heel veel plezier met luisteren, echt een hele leerzame podcast. En ik hoop dat jullie Armanda ook een beetje beter leren kennen en haar werkzaamheden, want echt, wat een powervrouw is dit. Oké, Armanda, dat is lang geleden. Ja. Weet jij nog de laatste keer dat wij een opname deden? Weet je dat nog? Ja, toen was je hier bij mij thuis. Ja, maar wanneer dat was? Ik weet niet meer wanneer dat was. Ik wilde het net aan jou vragen. Ik heb het opgezocht. We hebben 12 juni 2020. Dat is al 2,5 jaar geleden. Wauw. Ja, hebben we onze eerste podcast opgenomen. En ja, veel mensen weten het misschien wel, maar ik denk ook een heleboel mensen niet die luisteren naar deze podcast. Dat er daarna, nou ja, ik weet nog goed dat jij niet zo lang nadat ik bij jou was geweest een berichtje naar mij stuurde van, hey, heb jij zin in dit project met mij? En zoals het wel vaker gaat met van die projecten, lopen die een beetje uit de hand. Althans, zo voelde het voor mij wel. Ja. En ik denk dat ook heel veel mensen niet weten, omdat ik toen best wel misschien een beetje naar voren ben geduwd als het gezicht van, ja. Dat jij eigenlijk de founding mother is het dan, bent van de Schijf voor Lijf. Jij kwam ook met de naam notabene. Ja. Mm-hmm. Ja, de Schijf voor Lijf. Het was eigenlijk doordat ik 2 mailwisselingen had met het voedingscentrum, dat ik dacht van, nou ja, hier komt gewoon niks uit. Nee. Ze willen gewoon niet plantaardig op een positieve manier aanbevelen. Daar zijn ze altijd heel voorzichtig in. En dat mailcontact staat altijd online, toch? Dan kan ik dat in de show notes zetten. Ja. Het staat online op evengeenvlees.nl. Als je dan zoekt op de website voedingscentrum, dan zie je de mailwisselingen. Ja. Ik vond die mailwisselingen zo raar en zo angstig en niet constructief.
Kun je nog even bijpraten hoe dat precies toen tot stand was gekomen? Want jij wilde inderdaad, want zo is inderdaad de Schrijver voor Lijf uiteindelijk ook geboren. Praten met het voedingscentrum van Goh, kan het plantaardiger? Of praat eens bij, hoe was dat toen gegaan? Nou, ze hebben een factsheet over veganisme, bijvoorbeeld. Ja, en een daarin... prachtige factsheet. Ja, en dat is een paar pagina's, maar daarin staat het woord tekorten heel vaak. 17 keer het woord tekorten en 1 keer het woord gezondheidsvoordelen. En het is even belangrijk om te zeggen, het is een sheet voor gezondheidszorgmedewerkers. Hij is gericht op de zorgprofessional. Kijk, jij kent deze factsheet. Deze factsheet ken ik heel goed, helaas. Maar dat was niet het enige. Op hun website stond ook van, nou, als je vegan bent, is dat niet automatisch duurzamer. En het is ook niet automatisch gezonder, want je mist de gezondheidsvoordelen van vis en zuivel. En toen dacht ik van, hé, wacht eventjes. Want als je plantaardig eet, zijn er ook gezondheidsvoordelen. Dus hè, hoe verhoudt dat zich dan? Is een dieet met een beetje vis en zuivel dan gezonder dan plantaardig? Daar is echt geen bewijs voor. En daar wees ik ze op. Maar ze hebben gewoon geen tijd en zin om zich daar echt op een constructieve manier in te verdiepen. Ja, een beetje hetzelfde als dat je wel eens leest. Dat staat op het voedingscentrum volgens mij ook. Zuivel verlaagt het risico op darmkanker, geloof ik. Maar als je de som opmaakt, zuivel verhoogt weer het risico op bijvoorbeeld prostaatkanker en volgens mij ook Parkinson. Ja. Dat vertel je dan even niet. Dus als je onderaan de streep kijkt, van is dat net zo inderdaad het wel zo'n gunstige keuze als we ook planten hebben die eigenlijk op alle vlakken gezondheidsvoordelen geven. Ja. En daar zijn ze niet heel transparant over. En volgens mij nog steeds niet echt. Nee. Helaas. En zuivel is natuurlijk een bron van transvet, verzadigd vet. Dus... Ja, precies. Zou je zuivel kiezen als bron van calcium, weet je? Precies. Er zitten geen vezels in. Nee, precies. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de impact op het klimaat, inderdaad. Ook. Waarvan zij dan zeggen van... Wat was het nou? Een beetje dierlijke producten is nodig, toch? Zeggen ze vanuit de Wageningen Universiteit met name. Omdat dieren dan die reststromen zouden opeten. Ja, de kringlooplandbouw. Je hebt de kringlooplandbouwtheorie. En die zijn eigenlijk heel onvolledig. Want ze kijken helemaal niet naar de impact op het klimaat. Ze kijken eigenlijk alleen maar van hoe kan je landbouwgrond maximaal benutten. En dan kijken ze ook nog eens alleen naar eiwitten en niet naar calorieën. Want als je kijkt naar calorieën, dan is plantaardig altijd duurzamer. Ja. Dus ze hebben daar gewoon een soort van selectief geshopt in de variabelen. En het vervelende aan Nederland is dat wij daar helemaal op die trein zijn gesprongen. Ook vanuit het ministerie van Landbouw en ook vanuit de duurzaamheidshoek. Terwijl ja, die theorie is gewoon zo gebrekkig. En hoe komt het dan dat het toch stand houdt, denk jij? Ik denk wishful thinking. Mm-hmm. Ook mensen in de duurzaamheidshoek. De meeste mensen willen gewoon dierlijke producten consumeren. En ook de mensen die dit bedenken. Dus die denken misschien al vanuit de mindset van, maar dat moet erin blijven. Nou, de mensen die dit bedenken, dit is gewoon hun werkveld. Dus een van de grondleggers is Imke de Boer. En zij is hoogleraar dierlijke productiesystemen. Oh. Natuurlijk kijkt zij van, goh, wat is de rol van het dier in dat productiesysteem? En als zij zegt van, ja, eigenlijk moet je het dier helemaal niet gebruiken, dan is dat natuurlijk best wel raar voor haar vakgebied. Dat is gewoon in haar vakgebied niet constructief. Maar ik heb wel vernomen dat zij toch wel uitdraagt dat het het meest diervriendelijk is, in ieder geval, om geen dieren te consumeren. Dus weet je wel, ik heb wel kritiek op haar, omdat zij heel erg het idee heeft aangezwengeld dat dierlijke producten in een kleine mate wel duurzaam zijn. Dat het zelfs duurzamer is dan veganisme. Maar heel veel mensen vinden toch dat zij op haar eigen manier wel weer uitdraagt dat het allemaal minder moet. En dat het ook het meest diervriendelijk is om gewoon geen dieren te eten. Dus. Ik geloof op zich ook wel dat minder, dat is volgens mij ook wel wat iedereen inmiddels erkent. Dan zit je echt niet in de data als je denkt van nee, we kunnen nog steeds evenveel dierlijke producten blijven consumeren en dat maakt niet uit. Dat hoor je volgens mij echt niemand meer zeggen uit dit hele werkveld. Maar inderdaad, wat je wel veel hoort is, maar hoe kunnen we dat dier dan toch blijven inzetten in die productieketen? Ja. En de vraag is natuurlijk, is dat nodig? Absoluut. Ja, zeker nu met de hele
weet ik niet zoveel van hoor, maar van het stikstofdebat en nou, begin maar over minder dieren. Dat vinden mensen heel lastig om te horen. Ja, nou, je hebt gelijk dat iedereen het er wel over eens is dat vlees niet super goed is voor het milieu en ook niet voor de dieren. Dus die Nee. beeldvorming die is wel, hè, die is nou echt wel veranderd in de afgelopen 10 jaar. Zo lang ben ik al bezig hiermee. Alleen de praktische uitwerking, ja, er wordt nog niet heel veel minder vlees gegeten. Dus daar valt nog wel terrein te winnen. Ja, nou, je zei net al even, had je het al even over politiek. Laten we dat sprongetje dan maar gelijk maken. Want ik weet nog, ik zei het al in het voorgesprek, de vorige keer kwam ik bij jou en toen dacht ik, oh, leuk, we gaan kletsen over jouw stichting Even Geen Vlees. Die zit in de lucht, toch? Je bent er niet meer super actief volgens mij, maar of een andere vorm misschien? Ja, en ik denk er zelfs aan om ermee te stoppen om me echt gewoon alleen bezig te houden met de politiek. Ja, dus ja. ja, daar ben ik nog een beetje mee bezig. Je kan het kindje nog niet loslaten. Ja, ik denk het wel. Ik ben gewoon nu nog met één project bezig, namelijk klimaatneutraal keurmerken. Ja. Arla die heeft bijvoorbeeld een keurmerk dat haar zuivel klimaatneutraal is. En dat wil ik nog even goed aanpakken en afronden, dat hoofdstuk. En ja, misschien dat ik er daarna wel echt een punt achter zet. Alleen zit ik wel te kijken of ik het misschien kan overdragen aan iemand anders. Zodat al die informatie die op evengeenvlees.nl staat niet verloren gaat. Ja, nou, als er kandidaten zijn, meld zich. Ja. Want daar hebben we het inderdaad vorige keer over gehad. Wegen dat ik naar jou toe ging en dat ik dus in de dag van, nou, dan gaan we daar uitgebreid over praten. Wat we ook gedaan hebben overigens. En ik zou mensen ook willen uitnodigen om die aflevering nog een keer te luisteren. Want dan, zeker als ze daar nu naartoe gaan en dan weer terugkomen, dan gaan ze denk ik wel de groei zien. Van ons allebei, denk ik wel. Ja, ik ben benieuwd. Want toen zei jij, midden in die podcast, inderdaad begon jij over de VVD. En dat wist ik helemaal niet. Het lobbywerk wat jij deed binnen de VVD. Ja. En ik vond dat zo inspirerend, omdat ik er nooit over na had gedacht dat als je een groenere wereld wil bereiken en jij vliegt dan aan vanuit de politiek, dat het dan inderdaad super slim is om dan juist je aansluiten bij een club die daar misschien nog heel veel stappen in te maken heeft en juist heel erg veel macht ook heeft. Ja, zeker. En voor mij was dat ook een spontane ontdekking, zeg maar. Want wij leven natuurlijk allemaal in onze eigen bubbels. En als je voor duurzaamheid bent en voor de dieren, ja, dan kom je automatisch uit bij een Partij voor Dieren of een Greenpeace of wat dan ook. En, maar ik kwam iemand tegen en ja, dat was dan een hoge pief bij McDonald's. En die vond het heel logisch wat ik allemaal zei. En toen dacht ik van, hé, misschien moet ik met meer van zulke mensen praten, want het is ook super logisch wat ik vertel. Is dat waar het echt begon? Dit, oh, wat grappig. Nou, daar haalde ik de inspiratie vandaan. Ja. Om uit mijn bubbel te breken. Ja. Oké, jij vertel, hoe ging dat toen? Hoe ben je daar dan uiteindelijk bij de VVD terechtgekomen? Nou ja, ik dacht van, oké, weet je wel, als dit soort mensen die, ja, die echt aan de touwtjes trekken, die hè, weet je wel, die heel succesvol zijn, rijk zijn, gewoon de hoge pieven van deze wereld, ja, hoe kan ik dan met hun in contact komen? En op de een of andere manier dacht ik, weet je wat, ik word gewoon lid van de VVD. En de VVD is een super open partij. Ze organiseren super veel mogelijkheden voor leden om mee te praten over het beleid. Dus ik werd toen uitgenodigd hier lokaal bij een bijeenkomst, bij iemand thuis. En dat was gelijk zo gezellig. Gewoon zo echt een warm bad, weet je. Ik kon gewoon mezelf zijn, ik kon gewoon vertellen wat ik altijd vertel. En iemand kwam de afloop ook naar me toe van, ja, ik ben vegetariër en ik neig naar veganisme. En dat was niet een hipster of zo. Dat is gewoon een man van in de 50. Hè? Gewoon een, zeg maar een boomer. Die gewoon heel enthousiast was erover. Wat fijn. Ja, heel fijn. En nou, ik ging dus steeds meer naar dat soort bijeenkomsten. En je ziet gewoon dat het echt geen kwade wil is, maar gewoon onwetendheid. En ja, dat was een enorme eye-opener. En ik leer nog steeds heel veel hoor, over hoe de lijnen allemaal lopen.
Want hoe lang lobby je nu al bij de VVD? 4 jaar. 4 jaar. En vertel eens, hoe gaat zoiets in zijn werk? Sowieso hoor ik veel over lobbyisten, ook in dat ze in Den Haag lopen vanuit industrieën. Maar jij doet het dus meer vanuit een soort filantropische inslag. Maar hoe gaat dat? Wat doe je? Ik denk dat veel mensen denken, maar hoe zou ik dat kunnen doen? Nou ja, word lid van een politieke partij. Mm-hmm. En maak dan gebruik van de mogelijkheden om mee te praten. En ik denk dat een van de redenen dat de VVD zo'n succesvolle partij is, zo'n grote partij is, is omdat zij juist heel erg niet hiërarchisch zijn. Ze zijn heel erg... Je kan makkelijk met Mark Rutte op de foto of met de minister even praten op een congres. Weet je wel, zo zijn ze, gewoon zo open. Eigenlijk is de VVD echt een power to the people. Alleen weten de meeste people dat niet, weet je. En lobbyisten weten dat wel. En er zijn ongelooflijk veel lobbyisten. Ook professionele lobbyisten. Want ja, ik ben een lobbyist, maar ik ben wel echt een amateur. Ik doe maar wat. Mm-hmm. En op zich doe ik het wel goed, misschien juist omdat ik een amateur ben. Maar er zijn ook heel veel professionele lobbyisten die daar ontzettend veel weten te bereiken. En zeg maar. Ja, als mensen die voor de dieren zijn, allemaal naar Partij voor de Dieren gaan. En zich verder niet met de VVD bemoeien. Ja, dan mis je dus een heel belangrijk tegengeluid. En hebben de landbouwlobbyisten gewoon de complete VVD voor zichzelf. Ja, want dat wou ik net zeggen. Want je bent natuurlijk waarschijnlijk niet de enige lobbyist binnen de VVD. Nee, zeker. Vertel eens, wat voor partijen wat voor personen, partijen sluiten zich nog meer aan bewust bij bijvoorbeeld de VVD? Nou ja, je ziet natuurlijk heel veel mannen. Ja. Heel veel blanke mannen. Dus ja. Ook wel van middelbare leeftijd. Dus dat is gewoon een beetje het stereotype VVD'er die je daar ook echt ziet. Veel rijke, succesvolle mensen. Dus het kan wel wat diverser. En de vorige partijvoorzitter, Christiane van der Wal, die nu minister van Natuur en Stikstof is, die heeft zich ook echt ingezet voor die diversiteit. En ook dat de kandidatenlijsten, bijvoorbeeld voor de Tweede Kamer, veel diverser werden. Dus meer vrouwen op de lijst. Ook mensen van verschillende leeftijden, achtergronden. Met een migratieachtergrond. En dat wat diverser moet. En daarvoor is het juist ook van belang dat meer mensen met een diverse achtergrond zich aansluiten bij de VVD. Ja, juist bij bijvoorbeeld de VVD, inderdaad. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Oké, en vertel eens, wat heb jij al, waar heb je tegen haar geschopt? Tegen heel veel kleine huisjes. Ja, weet je, ik wist helemaal niet dat er zoveel ook rijke boeren en landbouwlobbyisten bij de partij zitten. Ja, dat verwacht je meer bij CDA misschien of zo. Inderdaad. Inmiddels ook niet meer misschien, maar... Inderdaad. Begin wel. Je zou niet denken dat de VVD een klassieke boerenpartij is. Nee. Maar de boerenachterban is enorm. En het is ook wel verklaarbaar, want veel melkveehouders zijn gewoon miljonair. Weet je wel? En veel boeren zijn ook gewoon hele slimme ondernemers. Want in het huidige systeem moet je wel een slimme zakenpersoon zijn. Ook als je een boer bent. En vooral de boeren met wat meer vrije tijd. Ja, die worden dan actief bij de VVD. Dus het is allemaal wel te verklaren waarom ze juist bij de VVD zitten. En misschien ook nog bedrijven die niet per se boer zijn, maar wel heel veel met die landbouw te maken hebben. Absoluut. Ja. Die daar business uit halen. Dat zie je ook. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die hieraan raken. Neem bijvoorbeeld de havenbedrijven. Die importeren natuurlijk superveel gewassen. Zoals soja vanuit Zuid-Amerika. En voeren dat weer door naar de rest van Europa. Dus die hebben ook een belang bij dat hele dierlijke voedselsysteem. Want ja, daar moet je heel veel veevoer voor importeren. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar de farmaceutische industrie. 70% van alle antimicrobiële middelen in de Europese Unie wordt ingezet in de veehouderij. Dus de farmaceutische industrie heeft er ook een heel groot belang bij. Als je dan kijkt naar de Wageningen Universiteit en het ministerie van Landbouw,
Ja, die zijn heel veel bezig met al die problemen rond de veehouderij aan te pakken. Dus in die zin hangt hun werk, weet je, een deel van de Wageningen Universiteit en het ministerie van Landbouw af van het bestaan van de veehouderij. Dus er zijn gewoon ontzettend veel actoren in onze samenleving die belang hebben bij de veehouderij. Ja. En hoeveel mensen zoals jij lobbyen bij de VVD? Oeh, Ben je in de minderheid? mensen zoals ik zijn er niet zoveel. Nee, mensen zoals ik zijn niet zoveel. Dus die zijn nog welkom. Ja, die zijn echt welkom. En ik heb nou wel een vriend van mij erbij betrokken die wel echt een beetje is zoals ik, die gewoon echt, ja, gewoon echt hart en ziel heeft voor deze zaak. En ook gewoon dapper is om zich uit te spreken. En ja, gewoon echt een diehard is, weet je wel. Maar er zijn ook heel veel mensen die ik dan spreek en dat ik zeg van joh, kom gewoon bij de VVD, want we kunnen mensen zoals jij gebruiken. En die dan zeggen van nee, ik vind het toch te ongemakkelijk. Of Dat ja. was ook even mijn vragen. Voel je je wel eens oncomfortabel, inderdaad, in die positie of binnen de VVD? Dus het is wel grappig dat je dat nu zegt. Nou, kijk, er zijn wel mensen, natuurlijk vooral vanuit die landbouwhoek, die wel zeggen van ja, wat doe je hier? Ga lekker naar Partij voor de Dieren. Ja. Maar dan zeg ik ook tegen hun, kijk, ik wil ook niet dat jij naar BBB gaat, weet je wel. Ik wil gewoon dat wij allebei bij deze partij blijven en gewoon met elkaar in gesprek gaan. Dus ja, natuurlijk is het soms ongemakkelijk. Mensen maken het heel gauw persoonlijk, omdat wat ik allemaal zeg. Ja, dat is gewoon de pijnlijke waarheid. En mensen vallen dan vaak de boodschapper aan. En ik heb dus wel eens momenten dat ik denk van oké, ze willen me echt wegpesten hier. En natuurlijk voelt dat gewoon echt helemaal niet fijn. Maar ik denk wel, wacht eventjes. Dit is precies wat ze willen. Dat ik me er niet fijn bij voel en dat ik wegga. En daarom blijf ik. Oh, wat sterk zeg. Dat is inderdaad wel echt zwaar ook, kan ik me voorstellen. Ja, kijk, aan de andere kant kan ik oprecht zeggen dat ik me nog nooit ergens zo thuis heb gevoeld en zo gehoord heb gevoeld als bij de VVD. Want er zijn echt heel veel mensen die juist zeggen: Armanda, ik vind het zo tof dat jij bij deze partij zit. Want er zijn heel veel mensen binnen de VVD, en dat zag ik al meteen vanaf het begin, hè, die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Of die het echt niet oké vinden hoe we met dieren omgaan. Of die staan voor iets anders progressiefs, zoals sociale rechtvaardigheid of wat dan ook. En die zien mij dan als een voorbeeld van, nou ja, als zij zich zo durft uit te spreken, dan moet ik het ook gewoon doen. Ja, dat is wel heel grappig dat je dat zegt, want ik herken dat dus heel erg vanuit de gezondheidszorg. Daar zijn specifiek mijn vakgroep echt heel veel diëtisten, die misschien ook wel luisteren op dit moment, die echt wel voelen wat ik ook zeg, maar of zoiets hebben van ik heb de kennis niet om het helemaal uit te leggen hoe het dan werkt, dus ik hou mijn mond maar, of het inderdaad Ja, niet durven. En ik weet precies. bijna zeker dat het in meer branches zo is. Ook gewoon, stel dat je gewoon, hè, want we hebben het nu over lobbyen bij de VVD, wat echt over landelijk beleid gaat. Maar misschien werk je in een bepaalde organisatie waarbij je denkt van, goh, kan dat niet anders? Ja. Spreek je uit, want echt veel meer mensen denken wat jij denkt, maar niemand durft het te zeggen. En zodra jij je mond opentrekt, ga je zien dat je hele grote tegenstanders hebt, maar ook hele grote voorstanders. Ja. Daar heb je, oh, dat is zo goed dat je, ja, dat is precies hoe het is. En je ziet nou ook een ontwikkeling in de samenleving die breder is dus dan waar wij voor strijden, hè? Gezonde voeding, ja, voor dieren, voor klimaat, voor alles. Maar je ziet gewoon een hele brede ontwikkeling in de samenleving dat mensen zich minder durven uit te spreken. Hè? Dat was laatst zelfs in het nieuws dat Kamerleden het steeds enger vinden om zichzelf uit te spreken. En zelfs wetenschappers Ook. heb ik gehoord. Wetenschappers die het steeds enger vinden om bepaalde publica hoe zeg je dat? Bepaalde studies te publiceren überhaupt. Ja. Omwille van de conclusie en de bagger die ze vervolgens over hun heen kunnen krijgen. Ja, het is echt heel erg. En ik zag zoiets ook in een debat in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld dat Tjeerd de Groot iets zei over stikstof en het landbouwbeleid. Je kent Tjeerd de Groot misschien wel, hij is van. D66. Hij was degene die zei:
we moeten de veestapel halveren om het stikstofprobleem op te lossen. Nou, en toen kwam er echt een heleboel woede los bij de landbouwsector. Maar hij zei dus in de Tweede Kamer zoiets, dat was waarschijnlijk in maart of zo, ik weet niet meer precies. En Caroline van der Plas van BBB, die reageert daar dan op door te zeggen van, ja, kijk dat jij nou vega bent. En ik zag aan Tjeerd de Groot, hij vond het echt zo naar. En hij reageerde ook, hij zei van, voorzitter, dit vind ik niet oké. We hebben laatst een motie aangenomen voor omgangsvormen in de Tweede Kamer. En Van der Plas maakt het nou weer persoonlijk. En daar voel ik me gewoon niet goed bij. Dus dat, ik zag aan hem van, dat vond hij heel pijnlijk. En mensen, gewoon populistische partijen, die maken het gewoon zo persoonlijk, weet je wel. En daardoor durven dus mensen met echt vooruitstrevende ideeën zich steeds minder uitspreken, omdat het gewoon zo persoonlijk gemaakt wordt. Ja, en dus misschien even de les die hier uitgetrokken kan worden, waar je ook bevindt en waar je ook je zou kunnen uitspreken, is dus dat op het moment dat je opmerkt dat mensen het niet meer ingaat op de inhoud, maar op jou als persoon, dat je dat misschien moet benoemen. Van hé, maar dit gaat helemaal niet meer over de inhoud. Je bent nu mij aan het aanvallen. Ja. Ja. Zeker. Ja, ja. Zeker. En blijf zelf, probeer zelf ook gewoon dat echt terzijde te leggen. Weet je wel, probeer niet daarin mee te gaan. Maar besef juist dat jij op dat moment wint. En ja. Laat gewoon steeds aan de mensen zien van, hé, ik hou het zakelijk. Ik blijf mijn geduld behouden. Ik blijf rustig. Die ander valt mij persoonlijk aan. En ja, ik ben gewoon inhoudelijk sterker dan mijn tegenstander. Ja, oh, ik kan niet precies vertellen waar dit over gaat. Maar ik zit momenteel in een bepaalde groep, zal ik maar zo zeggen. En daarover kwam mij dit ook een tijdje geleden. Ja. En het ging ook weer zo snel dat ik niet zo erg. Weet je, op zo'n moment kan je ook een beetje overdonderd zijn van, wow, wat gebeurt hier? Maar iemand viel mij heel duidelijk persoonlijk aan en het ging niet meer over de inhoud. Was en dat een appgroep of zo? Of? Nee, het was een samenkomst echt. Een fysieke samenkomst. Okay. Ja. Waardoor dat niet alleen, dat zie je wel vaker in deze. Kijk, soms dan bijvoorbeeld met het stikstofdebat, mag je dat zo zeggen? Het stikstofprobleem. Merk je ook wel eens dat er ligt volgens mij een uitspraak van de rechter. Het moet omlaag, de uitstoot. En dan willen mensen het nog wel eens op de koers brengen, maar is er wel een probleem? En dat was hier eigenlijk ook aan de hand. Er ligt een bepaald doel voor ons van, hey, we moeten richting vega-vegan. En iemand wilde het aanvliegen als, maar moet dat eigenlijk wel? Maar dat is helemaal niet de kwestie waar het op dat moment over gaat. We moeten het juist over hebben van, hoe gaan we het doen? Het leidt heel erg af. En diegene die was het ook niet helemaal eens met. Nou, wat ik vooral zelf merk, ik ben benieuwd of jij dat herkent. Ik ben een diëtist die zich inzet voor meer plantaardige voeding. Ik zeg tegenwoordig ook eigenlijk liever niet meer plantaardig diëtist, want ik vind gewoon dat het zou de norm moeten zijn. Ik ben gewoon diëtist en ik volg de wetenschappelijke richtlijnen. Meer plantaardig, minder dierlijk. Maar mensen denken heel vaak dat ik zeg maar in hart en soul een veganist ben en daar zeg maar mijn filosofie, echt alles wat ik denk is om dat maar erdoor te drammen. Ja, dat mensen, je een agenda hebt. Dat ja, ik heb een vegan agenda. Ja. Terwijl wat die mensen niet doorhebben is dat ze zelf eigenlijk een vleesagenda hebben. Ja. Want dat heeft natuurlijk Melanie Joy zo mooi in haar boek verwoord. Carnisme noemt ze dat geloof ik. Is net zo goed een belief, is net zo goed een overtuiging. Ja, en eentje die geweld in stand houdt. Ja, ja. Nog even om het verhaal af te maken van net, want anders dan hoppen we van het een het ander in. Dat ik toen dus ook merkte van, hey, wat jij nu doet, je valt mij persoonlijk aan. En ik ben er dus ook gewoon niet op ingegaan bleef bij de inhoud. En ik ga niet zeggen dat ik me op dat moment heel erg comfortabel voelde. En op dat moment denk je echt van, had ik toch het gevecht moeten aangaan? Dat is ook een beetje je ego natuurlijk. Van, ja, iemand is je wel aan het kleineren. Of gaat voorbij aan wat je zegt. Dus dat voelt niet goed. Maar bij samenkomst 2, dat kan ik wel vertellen. En eigenlijk daartussendoor al, want ik heb toen even contact gezocht met iemand uit die samenkomst van, hey, hoe zag jij dit? Kwam ik erachter
dat het dus inderdaad, je bent niet de enige die dat opmerkt. Je denkt op dat moment van, oh, en ik voel nu alleen maar dat ik hier persoonlijk word aangevallen. Dat is niet zo. Iedereen voelt het. Iedereen voelt dat jij daar de discussie niet aangaat aan iemand anders. Die probeert hem aan te zwengelen, maar jij geeft diegene geen munitie, zeg maar. Want als je inderdaad inhoudelijker op ingaat, dan wordt het een wel eens niet eens verhaal. En ja, daar kom je nooit meer uit. Het maakt je juist echt heel krachtig om op zo'n moment echt bij die inhoud te blijven. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Hoe zie jij dat? Ja, dat is... Ja, het is... Het heeft ook wel... Kijk, hoe je communiceert... En welk gevoel je daarbij oproept bij mensen... is heel belangrijk. Soms is wat je zegt niet eens zo belangrijk... maar meer ook gewoon de manier waarop... En mensen merken het vaak inderdaad als iemand gewoon de ander aanvalt. Ja, dus, je voelt dat. Ja, ja, mensen voelen gewoon wel aan van, hey, wie is hier nou eigenlijk, wie zit hier nou goed en wie zit hier nou fout? Dus je moet er gewoon echt op vertrouwen dat inderdaad, zoals jij al benoemd, heel veel mensen aan jouw kant staan. Ja, ja, dat is denk ik echt het allerbelangrijkste. En dat mensen echt onthouden op het moment dat jij weerstand krijgt. Dan kan je er echt vanuit gaan dat je ten eerste ook heel veel bijstanders zal krijgen. En dat je dus iets goeds aan het doen bent. Ja, zeker. Want anders dan roep je niet hard genoeg. Ja, ja, zeker. Hey, en vertel eens over je lobbywerk bij de VVD. Want we zijn nu 2,5 jaar verder. Wat heb je al bereikt? Waar moeten mensen aan denken? We hebben natuurlijk een tussentijd een landelijke verkiezingen gehad. Mm-hmm. Heb jij daar nog specifiek echt in iets kunnen aankaarten, agenderen? Vertel. Ja, wel het gesprek in 2020? 12 juni 2020. Mm-hmm. Nou ja, we hadden dan in december of november en december 2020 allemaal sessies over het verkiezingsprogramma van de VVD. En Klaas Dijkhoff die schreef dat verkiezingsprogramma nog. En hij had kweekvlees daar heel enthousiast in gezet. En kweekvlees is ook iets waar ik dan echt voor lobby, omdat ik zie dat de VVD-leden dat heel gaaf vinden. Dus dan denk ik van, oké, nou, laten we dat dan doen, weet je wel. En even misschien ter duiding, kweekvlees is dus het vlees uit het lab, hè? Het vlees wat we laten groeien op basis van een paar cellen die bij dieren worden afgenomen, geloof ik. Precies, precies. Ja. Het is nu het lab. Eigenlijk heel veel voedsel wat wij consumeren komt oorspronkelijk uit het lab natuurlijk. Mm-hmm. En uiteindelijk dan wordt het gewoon geproduceerd op de velden en in de fabrieken. En ja, zo moet het met kweekvlees ook gaan. Alleen ja, er is nog wel wat politieke weerstand tegen. En dat zagen we ook toen in december. Vanuit het landbouwnetwerk werden er 9 amendementen ingediend om kweekvlees helemaal te schrappen eruit. En toen heb ik ook aan de bel getrokken bij de achterban van, hallo, ze willen het gewoon eruit halen. En toen zijn er heel veel leden, hebben zich positief uitgesproken over kweekvlees. En het is dus ook erin blijven staan. Misschien niet super strategisch zoals ik het zelf wilde. Maar het staat wel in het verkiezingsprogramma en dat is best wel bijzonder. Sinds die tijd hebben we ook nog wat webinars georganiseerd. Ik heb je ook een keer uitgenodigd, hè, over kweekvlees. Mm. En proberen we echt die ondernemingen te ondersteunen. Zodat zij deze technologie zo snel mogelijk kunnen uitrollen. Maar het is best wel uitdagend, hoor. Wat voor weerstand loop je dan tegenaan? Echt puur die landbouwlobby? Of zien mensen ook andere zaken? Nou, bijvoorbeeld in 2018... Toen wilde een Amerikaans bedrijf hier een kweekvleesproeverij organiseren. En die mensen die zijn toen in contact getreden met het ministerie van Landbouw en Volksgezondheid. Van, hey, wij willen dat gaan doen. En dat contact liep blijkbaar niet helemaal lekker of zo. En toen wilden ze dus echt dat diner gaan organiseren. En toen kwam de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die nam gewoon dat kweekvlees in beslag. Dus mensen mochten het gewoon niet proeven. Okay.
Nou, in de tussentijd hebben dus Kamerleden van de VVD en D66 een paar keer opgeroepen van joh, laten we die proeverijen nou gewoon toestaan. Maar tijdens Koningsdag, toen was dat in Maastricht, en Mosamit, een kweekvleesbedrijf die met de eerste burger ooit kwam, de eerste kweekvleesburger ooit in 2013, die liet daar zo'n burger zien aan de koninklijke familie. En die zei ook van, oh, die is niet gebakken, toch? Van, en hij zei, nee, dat mag niet geproefd worden. Dus dat is nog steeds ten strengste verboden. Sterker nog, de NVWA was daar gewoon aanwezig om in de gaten te houden of niemand het proefde. En dan denk je echt van, waar gaat het over? Weet je wel, de NVWA heeft allemaal tekorten aan mankracht en zo, waardoor er niet wordt ingegrepen bij allerlei dierenwelzijnsmisstanden en zo. Maar hier kunnen ze echt aanwezig zijn om te voorkomen dat er geproefd wordt. Terwijl ja, zo'n Mosamit zou dat natuurlijk nooit doen, omdat ze weten dat dat gevoelig ligt. En waarom ligt dat dan zo gevoelig? Ik probeer dat echt te begrijpen. Omdat er, dat er zoveel... Is het juist omdat er zoveel toekomst in wordt gezien, dat mensen denken, oh, daar gaat een hele industrie eraan? Ja. Dat is echt de reden. Ja. Het laatste webinar dat we hadden was met Europarlementariër Jan Huytema. En ja, en hij was in principe heel positief en zo. Maar ik merk aan hem, want hij is zelf ook melkverhouder. Zijn vader is melkverhouder. En ik merk gewoon aan hem dat hij dit heel spannend vindt. En op een gegeven moment zei hij ook letterlijk van, nou, heel veel boeren gaan gewoon hun baan verliezen hierdoor. Ja. En dat is dus waar de grote angst zit. Omdat kweekvlees zo'n efficiënte productiewijze is, hebben daar gewoon veel minder landbouwgrond voor nodig. En dan komen we dus weer uit op wat ik in het begin van ons gesprek al aankaartte. Dat heel veel actoren in onze samenleving, heel veel mensen in onze samenleving, belang hebben bij die veehouderij. Maar wat is dan specifiek, ik weet het weten hoor, het verschil? Wat maakt de veehouderij anders? Of dat het in Nederland zo belangrijk wordt gevonden? Want ik bedoel, we hebben het ook de mijnbouw gehad. Die is ook gesloten. Ja. Ik heb ooit begrepen, het is niet helemaal hetzelfde misschien, maar dat toen we ooit hebben het gas in Nederland gevonden en toen konden we heel snel van, wat was het, steenkool naar gas. En nu die zonnepanelen, man. Ja. Dat is toch een stuk, dat kan niet zo snel als we ooit naar gas over konden. Wat is het aan die landbouw dat zo traag gaat en zoveel weerstand oproept? Dat ze met veel zijn of wordt dat toch omdat het over voedsel gaat, zoiets primairs? Of? Het is een ongelooflijk sterke lobby. Met grote financiële belangen. Maar anders dan bijvoorbeeld met fossiele industrie, hangt het ook samen met onze identiteit. Hè, wij eten dieren en we vinden het ongelooflijk ongemakkelijk om toe te geven dat dat niet oké is. Want onze identiteit gaat dan een beetje kapot. Het is gewoon van, oh man, zijn we dan echt zo slecht? Zijn we dan echt zo evil? Weet je, en het gaat om eten, weet je wel. Daarnaast heb je natuurlijk de boeren, die het is ook gewoon hun hele identiteit. Er wordt heel erg uitgedragen, boeren houden van hun dieren. Het zijn hele ontwapenende mensen. En de financiële lobby, de financiële belangen die hierachter zitten, die gebruiken natuurlijk die boer als middel om deze transitie tegen te houden. En dat doen ze super, super effectief. Dus wat is hun grote kracht? De boer die zo van zijn dieren houdt, die het zo moeilijk heeft, die ook maar gewoon een heel lief mens is, die gewoon doet wat de mensen van hem willen. En je ziet ook gewoon, als je googelt boeren NPO, dan zie je dat er dus heel veel programma's op tv zijn, op de publieke zenders, die zijn betaald met belastinggeld. En dat zijn ook weer die, dat is weer die PR van die hele sector die erachter zit, die heel slim zegt van, joh, wij moeten die boer in de spotlight zetten, want dit is gewoon onze grote, ja, we zeggen dat, gewoon ons sterkste middel om die transitie naar veel efficiëntere voedselproductie tegen te houden. Doet me heel erg denken aan de eerste podcast van mijn vorige seizoen was met Wanda de Kanter.
En dat zij is lobbyist tegen de tabaksindustrie. Ze is zelfs longarts. Ja. En zij vertelde toen, dat wist ik ook niet, want ik was zo iets te jong om dat ook allemaal een beetje door te hebben. Dat je toen het verbod op roken in de horeca kwam, toen heeft dus kennelijk de tabakslobby of in ieder geval een bedrijf wat belang heeft bij het verkopen van tabak, heeft toen die kleine horecaondernemers ingezet. Ja. Van ja, maar dit is toch wel heel sneu. Deze hebben een klein. Ik had geen idee dat dat dus opgezet was of gefinancierd door een lobbyorganisatie. Om inderdaad hun de spotlight te zetten van. Maar wat kunnen zij eraan doen met hun kleine café? Ja, dat. Ja. Ja, het is echt. Die lobby is gewoon zo ongelooflijk krachtig en zo slim. Weet je wel, ik vind gewoon. Vervelend om dat te moeten zeggen, dat ze zo slim zijn. Maar ze zijn gewoon heel erg sterk. En je ziet natuurlijk gewoon, als je denkt van ja, wie heb je het dan over? NRC schreef een artikel bijvoorbeeld over drie hele vermogende families. De families achter de Van Drie Group. Ja, dat is van het kalfvlees, hè? Ja, Royal Ayware. En dan was er nog een derde. En die doen echt wel hun best om die boeren, belangenorganisaties echt goede financiële middelen te geven. Waardoor zij super effectief campagne kunnen voeren en deze transitie gewoon kunnen vertragen. En wat is het dan dat mensen heel veel empathie voelen bij, dus inderdaad, doordat de boeren op deze manier worden ingezet en niet. Wanneer, nou, we hebben bijvoorbeeld recent het voorbeeld gehad van welke organisatie, Dieren en Recht had erachter, hè? Met de campagne van, wat was het nou? Zuivel is ernstig dierenmishandeling, iets oh, in ja. die trant. Ja. Waar ze eerst door de rechter, omdat een boerenorganisatie naar de rechter was gestapt, het moesten stoppen. En dan heeft de hoogste rechter uiteindelijk toch bepaald dat het wel mag en het grappige, ik weet niet of dat het goede woord is, maar was dat nu dus op de website van Agractie of zo, moest nu dus staan van dat de rechter had gezegd, stond bovenin nu een banner van zuivel is ernstig dierenmishandeling, want ze moesten rectificatie plaatsen. Maar oh. Wat is het dat mensen daar dan minder sympathie voor hebben of minder empathie voor hebben? Dat het weer dat persoonlijk is of zo, dat je dan dus eigenlijk, ook al spreekt dierenrecht gewoon het fenomeen aan, mensen zien, oh, ik ben slecht, is dat het? Of lees ik me slecht? Ja, het is gewoon, ze vallen de boodschapper aan. Hè? Dus als jij komt vertellen van, kijk nou hoe erg het is, het dierenleed. En ja, dit is wat jij eet, weet je wel, dit is waar jij aan bijdraagt. Dan gaan mensen jou associëren met iets heel vervelends. Weet je wel, waar ze liever gewoon hun ogen voor sluiten, waar ze liever niet mee geconfronteerd worden. En als er dan een boer zegt van, ah, maar we zorgen zo goed voor onze dieren en het is allemaal goed en het is een heel gezond product, je hebt het nodig. Ja, dan voelt het voor mensen natuurlijk veel fijner. Ja, dus echt dat persoonlijke weer. Ja, zeker. Zeker. En het is voor ons dus de uitdaging om toch uit te stralen van, hey, ik vind je heel aardig en ik heb zelf ook altijd vlees gegeten. Dus weet je, dat is helemaal geen oordeel van mijn kant. Maar dit zijn gewoon de feiten. Ja, dit klopt daar niet. Daar moeten we het mee doen. Ja, ja. En jij hebt dus eigenlijk heel veel te maken met de landbouwlobby vanuit de VVD. En dan vraag ik me een beetje gewetensvraag misschien. Want als ik eerlijk ben, ik weet er niet heel erg veel vanaf. Ik ben toch uiteindelijk de professional hier over gezondheid en voeding. Maar het is natuurlijk ook zo dat ze diep in de schulden zitten. En ik zag afgelopen week bij Op1, oh, ik weet zijn naam even niet, maar daar zat Tjeerd de Groot tegenover of naast een boer die toen ook een paar jaar geleden op dat podium die microfoon uit zijn hand drukte. Van Agractie is hij volgens mij. Oh ja. Ik weet even niet zijn van, naam. Bart Kemp of zo? Ja, kan wel, ja. Ja. Hij is nu trouwens wel wat rustiger geworden, is mijn indruk. Maar goed, maakt niet uit. Maar die zat daar echt bijna te huilen. Of zat hij te huilen bij Op1? Omdat hij geen perspectief meer heeft. En vraag ik me af, naar jou, heb jij nog, hoeveel empathie heb jij nog voor boeren? Oh ja, dat verschilt echt per boer natuurlijk. Het,
Het is geen sect of zo, net zoals veganisme. Het zijn allemaal verschillende mensen met verschillende persoonlijkheden. En ik heb ook een aantal boeren waar ik gewoon heel leuk contact mee heb en waar ik zo trots op ben ook, die wel bijvoorbeeld de transitie maken of wel dieren houden, maar ook echt zeggen van ja, ik vind het niet tof dat mijn dieren naar de slacht gaan. Dat vind ik ook heel erg. Ja. Weet je wel? En ja, dan zijn er ook boeren, natuurlijk ook bij de VVD, die mij gewoon haten. En ja, eerlijk gezegd, ik heb geen, ja, weet je wel, ik voel geen boosheid of zo erover. Ik vind het gewoon zielig voor ze dat ze zich zo bedreigd voelen en boos zijn en zo. Het is nergens voor nodig, weet je wel. Ik zoek liever samen naar een win-win. En waar zit die win-win? Inderdaad, dat de boeren de transitie gaan maken? Of moeten alle boeren maar soja gaan telen in Nederland? Dat kan toch ook bijvoorbeeld. Niet? Of walnotenbomen. Of nou, de visie die mensen hebben ook met kweekvlees en kweekzuivel. Precisiefermentatie heet dat. Ja. Vegetarische slager die is daar nu mee bezig. Dus om zuivel te maken via precisiefermentatie. Waardoor je echte koeienzuivel hebt. Zonder dat je het dier hoeft uit te melken. Want kweekzuivel is, wat kweekvlees is, je pakt een paar cellen en laat het in het lab groeien. Maar de vegetarische slager is echt bezig met van gras melk maken, toch? Dat is toch iets anders dan kweekzuivel? Of zie ik dat verkeerd? Nee, het heeft ook te maken met, volgens mij ook wel met cellen van koeien. En ik weet niet precies hoe dat werkt, hoor. En dan de juiste bacteriën. Die dan van plantaardig materiaal echt koeienzuivel kunnen maken. En zijn ideaal van de vegetarische slager, ja, korterweg, is dat je daar inderdaad gras voor gebruikt. En dan zou je hetzelfde landschap kunnen behouden als nu. Misschien wat diverser gras, wat beter is voor de biodiversiteit. Je zou ook zelfs wat koeien nog in de wei kunnen houden, maar dan veel minder dan nu. En dan zou je daarvan kweekzuivel kunnen maken. En iemand anders, Ira van Ede, die is bezig met Respect Farms. En die wil zelfs echt stallen ombouwen tot productiefaciliteiten voor kweekvlees en kweekzuivel en andere mogelijkheden. Maar dat je dus de boeren zoveel mogelijk behoudt en perspectief geeft. Want ja, waarom niet? Hè? Ze kunnen het landschap beheren en voedsel produceren. Maar het kan wel op een manier die veel efficiënter is en ook beter voor het milieu en voor de mens en dieren. Ja, en nou is het idee van die kringlooplandbouw ook. Van hè, dat dier, dat moet je een beetje in de voedselketen houden. Want je hoort vaak het argument van mest bijvoorbeeld. Hebben toch mest nodig. En ze kunnen gras omzetten in eiwitten. De vraag die denk ik heel veel mensen nu hebben is, maar kunnen we echt helemaal zonder die landbouwdieren? Ja, dat moet kunnen. Jij weet natuurlijk ook, als diëtist zeg je ook, die voedingsstoffen, die komen oorspronkelijk uit de aarde, uit de natuur, uit de zon krijgen we D3. B12 kregen we misschien uit het water dat we dronken, maar dat kunnen we nu als supplement nemen. Dus zo zou het ook met de bodemvruchtbaarheid moeten zijn. Al die stoffen die in de bodem zitten, die kan je ook via plantaardig materiaal weer terugbrengen naar de bodem. Dus die voedselreststromen bijvoorbeeld, die hoef je niet aan dieren te voeren, maar die kan je gewoon weer direct terugbrengen naar het land. Die kan je gewoon, je kan echt zonder mest farmen. Ja, in principe moet dat kunnen. Dat moet in principe kunnen, want dieren die recyclen die voedingsstoffen gewoon. Zij krijgen stikstof binnen via sojabonen en ze poepen dat weer uit. En daar hebben we natuurlijk eigenlijk veel te veel van. En dat is ook weer een reden waarom het Nederlandse voedselsysteem zo gericht is op de veehouderij. Het is een beetje een vicieuze cirkel, kringlooplandbouw, maar dan niet goed. Wij verbouwden vroeger heel veel roggen en haver. Ja. Dat kan je gewoon eten als mens. Maar roggen en haver kan niet tegen te veel stikstof. Op een gegeven moment gingen ze bijvoorbeeld in Brabant een grote varkensstapel opbouwen met heel veel mest. Een gewas dat wel tegen zoveel stikstof kan, is mais. Dus wordt er heel veel mais verbouwd als veevoer hier in Nederland. Oh, en dat belandt dan weer in het veevoer. En ja, je moet er wat mee, dus. Ja. En ze houden het elkaar in stand. Ja, dat is
het hele ding met de veehouderij, het houdt het hele landbouwsysteem zoals het dat nu is, houdt zichzelf in stand. Ja, maar en daar zijn dus economische belangen mee gemoeid, die niet de mens dienen. Want er zijn natuurlijk allemaal problemen mee. Er is zoveel land voor nodig en je hebt via dat dier zoveel verliezen. Via die stofwisseling. Die dieren, die eten iets en ze verbranden dat en zetten het om in CO2 dat ze uitademen. Bij koeien komt er ook methaan vrij door hun pensfermentatie. Ze zetten het ook om in mest, waar we veel te veel van hebben en wat een hele geconcentreerde vorm is van bijvoorbeeld stikstof. En via plantaardig materiaal komt het eigenlijk in veel een mindere mate vrij in die bodem. Ja. En uiteindelijk is dat goed voor de bodemvruchtbaarheid. Maar het is een beetje de langere weg waarschijnlijk. Dit is de easy, snellere manier. Ja, je hebt een akkerbouwer, no shit food heet dat concept. Ja, ik wil daar heel graag een keer spreken. Ja, moet je doen. Ja. En die brengt dat dus in de praktijk. Ja. Ja. Om akkerbouw te doen zonder dierlijke mest en zelfs zonder kunstmest. En daar moet eigenlijk veel meer onderzoek naar gedaan worden, hoe je dat ook echt kan uitrollen. En wat ik ook altijd heb begrepen, dat verhaal van Imke de Boer, waar we het eerder over hadden, met de stikstof, kringlooplandbouw. Dat in die berekening er dus ook niet van uit wordt gegaan. We hebben het van jou zelfs geleerd. Dat hè, nu is het, we behouden het zoals het is. En inderdaad, dan kunnen die koeien gras omzetten in eiwitten. En de eiwitten kunnen wij opeten. Want inderdaad, op dat grasland zou niks groeien. Maar dat gaat er niet vanuit dat daar ook bijvoorbeeld bomen zouden kunnen groeien. Wat veel meer CO2 uit de lucht zou opnemen. Toch? Dat je zeg maar de natuur teruggeeft. Klopt, want zij kijken dus naar een beperkt aantal eiwitbronnen. Maar noten bijvoorbeeld zijn heel eiwitrijk en super gezond. En ja, dat negeren ze gewoon. Van wat gebeurt er als je dat grasland waar zij het over hebben, als je dat gaat beplanten met notenbomen? Wat gebeurt er dan? Ja. Weet je, dan heb je waarschijnlijk meer eiwit dan van die koe. En je hebt ook gewoon nog eens een goed verdienmodel voor de boer. En je hebt gewoon een gezonder voedselaanbod. Ja, precies. Nou, laten we nog even vooruitkijken. Want je zei het net al, je denkt erover na om even geen vlees, in ieder geval zelf eruit te stappen. Ja. En bij de VVD, wat heb je nog voor thema's die je aan zou willen kaarten? Of hoe zou je jezelf zien groeien binnen de partij? Nou, ik sta nu op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten. Ja, Zuid-Holland. Ja. Want ik zag dus ook afgelopen zomer dat die Provinciale Staten, die moeten eigenlijk de landbouwtransitie echt gaan uitvoeren nu. Of dat in goede banen leiden in ieder geval. De Provinciale Staten gaan echt over de ruimtelijke ordening. En die zijn dus gewoon super, super belangrijk de komende jaren. Voor de landbouw, maar ook voor de energietransitie. En bijvoorbeeld voor woningbouw. Want we hebben echt een tekort aan woningen. En het heeft ook nog iets te maken met de Eerste Kamer, toch? De Provinciale Staten. Klopt. Ja. Klopt, ja. Dus de statenleden die kiezen de Eerste Kamerleden. Ja. Dus die verkiezingen. En de Eerste Kamer is belangrijk. Die gaat nog de wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer. Die gaan ze nog na. Die controleren ze op uitvoerbaarheid en of het grondwettelijk is en zo. Dus de Eerste Kamer het is wel belangrijk om daar. Voor het kabinet is het heel fijn als ze ook in de Eerste Kamer een meerderheid hebben. Zodat hun wetten gewoon, de aangenomen wetten gewoon netjes worden, gewoon doorstromen. Dat het wordt uitgevoerd. Uitgevoerd, ja. Ja. Dus in die zin is dat ook belangrijk. Maar ik dacht voor de Provinciale Staten, ik zie gewoon dat zij het super spannend vinden, vooral met die landbouw, met de boeren die zo boos zijn, om dit echt uit te voeren, om dit echt te gaan doen. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik wil daar wel graag bij helpen. Maar ik sta wel op een onverkiesbare plek. Dus ik sta op plek 27. Mm-hmm. En dat betekent dat ik niet vanzelf erin kom. Dus als ik moet voor mezelf de afweging maken van, wil ik dit echt? Ja, dan moet ik echt enorm campagne gaan voeren de komende maanden. En dan met zoveel voorkeurstemmen, dan ja. 11.000. 11.000. Dus dat is 11.000 voorkeurstemmen, wow. Dat is heel flink.
En ja, daarvoor moet je echt bijvoorbeeld gewoon media-aandacht krijgen of iets waardoor je in één keer heel veel mensen kan bereiken. Zou je het wel willen? Ja, dat vind ik dus een hele lastige afweging. Want aan de ene kant denk ik van, ik zie hoeveel macht de lobbyisten hebben. En misschien wil ik dan zelf ook echt een professionele lobbyist worden. Hè? Want tot nu toe heb ik het echt op gevoel gedaan. En ik heb wel een soort van beweging opgebouwd. Weet je, ik heb het best wel goed gedaan. Maar ik zou het ook wel fijn vinden om dat echt professioneel te gaan doen. Maar aan de andere kant denk ik ook dat ik als politica het wel goed zou doen. Dus ik moet die knoop nog doorhakken. Volgens mij is het in de hoofd al wel gemaakt, maar je bent het nog niet helemaal. Je Ja. lobbyt niet via bij de VVD om vervolgens te denken, nee, laat maar zitten. Maar het is natuurlijk wel zo, je tijd is schaars, dat is met alles zo. Als je inderdaad ervoor kiest van, hey, ik ga die provinciale staten, dan kan je iets anders weer minder doen. En bijvoorbeeld dat je nu al zei van, hey, even geen vlees, moet ik misschien ja, los gaan laten. Dat is een tijdsafweging inderdaad. Ook ja. Ja. En wat is voor jou een heel belangrijk punt om verder aan te kijken? Dat kweekvlees zei je al. Dat wil je echt. Ik zat even te rekenen net, want je zei in 2013 was de eerste burger er al. Dus al 9 jaar wachten we of het alsjeblieft een keer geproefd mag worden. Toch? Ja. En Ja. betekent dat dan zelfs dat die. Ik heb hem wel eens ontmoet. Hoe heet hij ook alweer? Van Mozambique. Markpost. Mark Post, ja. Ja. Dat hij mag het ook niet proeven in zijn eigen lab. Hij heeft het natuurlijk al lang geproefd. Dat Hè? moet wel. En zijn kinderen Hij is ook. wel strafrechtelijk is hij pleegt een delict. Goeie vraag. Of Ik is het een dacht. beetje hetzelfde als je mag met je rijbewijs zonder rijbewijs wel rijden op je eigen terrein? Nou, volgens mij is het zo dat de wetenschappers in het kader van hun eigen wetenschappelijke onderzoek het wel mogen proeven. Dus in het laboratorium mogen ze af en toe proeven van. Zit ik nou op de juiste weg? Maak ik een goed product? Ja. Maar als je buiten dat wetenschappelijk onderzoek mensen wil laten proeven, ja, dan zegt de overheid dus van, dat kunnen we niet zomaar toelaten. Nee, je mag het zeker niet verkopen, inderdaad, of een proeverij, of ja. En wat staat er nu nog in de wet dat dat wel zou mogen? Is dat een bepaalde wet die er dan doorheen zou moeten worden? Het is gewoon de NVWA. Oh, de NVWA die Ja. het. Maar die baseren zich toch ook op de wet, neem ik aan, of verzinnen die hun eigen regels? Nou, dat is denk ik gewoon politiek. Oh, ja. En je zei net ook al van, hè, van hoe zit dat dan? Ik begrijp het niet helemaal. En dat heb ik ook in de afgelopen 4 jaar gehad bij de VVD, dat er bepaalde dingen gebeuren, ook tegenover mij. Bijvoorbeeld dat ik iemand iets vroeg. Toen had ik Mark Post aangedragen voor een bijeenkomst. Nou, ik heb daar niks meer van gehoord. En toen was ik bij die bijeenkomst en toen zei ik tegen diegene, hey, waarom reageerde je niet meer? Weet je wel, waarom hebben we Mark Post niet uitgenodigd? En diegene draaide zich gewoon om en sprak gewoon niet meer met mij. Die werd gewoon genegeerd. Ja, het was zo raar. Het was zo raar. En het duurde ook echt, ja, echt best wel lang voordat ik doorhad waarom dat was. Dus, en het is gewoon, hè, de landbouwlobby die ook, het was in Wageningen. En nou ja. In ieder geval, dus waarschijnlijk op die ministeries worden ook allemaal politiek bedreven, waardoor zij zeggen: nee, we gaan die kweekvleesproeverijen niet toestaan. En een echt goed argument is er niet, behalve dan Nee. inderdaad de, ja. Dat kan, hè? Daar verbaas ik me ook over met dat stikstof. Ik snap als burger werkelijk waar niet. Er is dus een uitspraak van de rechter geweest. En nog altijd is er zeg maar gesteggel over hoe gaan we het dan doen? Dan denk ik, huh, maar moet hier niet actie opgevoerd worden? Ik snap dat echt niet. Hoe kan dat? Als ik mijn belasting niet betaal, dan krijg ik binnen de kortste keer een brief. Ja, en dat zeggen natuurlijk heel veel mensen ook, hè? Van, je ziet die rechtsongelijkheid in het activisme. Ja. En de boeren mogen doen wat ze willen, maar zodra die klimaatactivisten ook maar iets plannen, nou, binnen 5 minuten is de politie er om ze af te voeren. En wat is dat, denk jij? Ja, dat heeft waarschijnlijk ook weer ermee te maken dat de politie zich meer identificeert met de boeren. Ja, dat is weer zo'n gevoelskwestie eigenlijk waar we het Toch eerder over hadden. wel. Ja, bij de klimaatactivisten voelen mensen een groot ongemak.
En bij die boeren voelen politieagenten toch meer binding, denk Heeft het ik. niet te maken met het feit, dat heb ik namelijk altijd gedacht, dat het ook een stukje ja, gemak. Ik bedoel, ga maar eens een hele kolonne tractoren van de weg afhalen. Kan je misschien beter zeggen van ik begeleid het op een veilige manier. En Ja, klimaatactivisten, ja, die lijmen me wel weer los. Hoe zeg je dat dat is precies? ook zo. Dat is ook zo, want bij die tractors, ja, dan moet je echt gewoon legertanks gaan inzetten. Ja, dan mag je wel Echt inderdaad met de deze. burgeroorlog situaties. En kijk maar met die politieagent die dan had geschoten op een Ik moest er tractor. net aan denken, ja. Ja, en het leven van die politieagent is gewoon voorbij, weet je wel? Of tenminste, op dat moment moest hij gewoon onderduiken. Ja. Dus in die zin, inderdaad, zal er ook een stukje angst voor escalatie in zitten. Het is een treurige, maar denk wel terechte conclusie. Ja. En hoe gaat dit aflopen, denk jij? Nou, ik zie dat mensen het echt steeds meer zat worden. Dat heb ik ook, want in mijn provincie, of tenminste in mijn gemeente hier in Inkerenpennerwaard, hebben we heel veel melkveehouders. En die hebben op hun land allemaal vlaggen, omgekeerde vlaggen neergezet. Ze hebben het ook op alle lantaarnpalen geschilderd. Ja, het is gewoon vandalisme eigenlijk. Ja, dat mag niet, hè? Je mag dat niet stickeren in Nederland. Nee. En heel veel mensen irriteren zich daar kapot aan. En ik denk, de overheid heeft zoiets van: kijk, wij gaan niet ingrijpen, want wij willen eigenlijk dat het volk zelf gewoon genoeg krijgt hiervan. Omdat die publieke opinie heel erg aan de kant van de boeren stond. En dus de overheid heeft zoiets van: weet je wel, het moet misschien meer aan het volk zelf zijn om zich daar een beetje boos over te maken. En dat zie je nou echt steeds meer gebeuren. Dus jij denkt eigenlijk dat klassieke verhaal van, je hoort wel eens de politiek, hoe zeggen ze dat nou? Dat zeg maar de politiek volgt gewoon de opinie. En daarom duurt het ook altijd zo lang. Dat is wat hier ook een beetje aan de hand is. Dus wij Zeker. moeten nog bozer worden. Ja, en ik vind dat wel lastig, weet je, want ik verwacht ook leiderschap van politici. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld Dilan Yeşilgöz, die krijgt natuurlijk superveel kritiek op dat zij, nou, bijvoorbeeld laatst Sylvana Simons aanviel en dat ze Wok altijd zo aanvalt. Maar ze is ook voor de boeren wel streng, want in haar lezing, wat was dat, de JH schoollezing of zo, zegt ze ook dat ze die omgekeerde vlaggen echt niet oké vindt. Dus, weet je wel, en ja, daar heeft bijna niemand het over, maar ik vind dat best wel dapper dat ze dat gewoon zo zegt. Ja, dat is inderdaad dan op dat moment in ieder geval een politicus die inderdaad datgene Ja. zegt waarvan je, hoe zeg je dat, dat sentiment dat misschien veel mensen wel voelen, maar niet durven uitspreken. Ja, en zij Ja. zei toch wel van: nou ja, die omgekeerde vlaggen is gewoon echt niet oké. Ja, en ik geloof dat die, als het gaat om het stikstofverhaal, er is veel gesteggeld over hoe de communicatie dan weer is gegaan, maar dat Christiane van der Wal wel een beetje de knopen begint door te hakken die doorgehakt moeten worden. Dat is wat ik ervan meekrijg. Ja, en ze had laatst zo'n interview bij College Tour. Ja. Oh, en dat, ik Ik heb denk. dat gezien met die boer die daar heel boos Ja, werd. We en heel lachen veel erom, mensen. maar het is eigenlijk Ja, zo maar heel veel treurig. mensen waren daarvan onder de indruk dat, ondanks dat ze zoveel boosheid over zich heen krijgt, dat zij toch gewoon heel rustig blijft en gewoon haar werk blijft doen. En ja, dat is leiderschap. Ja. Nou, dat kunnen we wat meer gebruiken. Ja, zeker. Zeker. Dat ga jij wel anders doen, hoop ik. Ja. Hey, tof, tof. Had jij nog een takeaway? Het laatste dingetje wat je wilt delen, iets of is een oproep, whatever, stem op mij. Oh, sowieso stem op mij natuurlijk. Maar nee, maar ook als mensen hierna denken van: nou, ik wil de VVD toch een kans geven en kijken of ik daar ook bij kan helpen om het de goede kant op te sturen, doe het gewoon. En Ja. ik hoop jullie gauw te zien bij een VVD-bijeenkomst en dan kunnen we elkaar versterken. Ja, en dan zou ik het toch willen aanvullen tot iets breders, inderdaad. Vast misschien voel je je niet per se thuis in de politiek, maar waar het ook is, waar je denkt van hé, ik kan daar impact maken, spreek je daar dan uit. Want ik denk dat jij inderdaad echt het levende bewijs bent dat je inderdaad, het is soms, kijk, je voelt je heel erg in een warm badje vaak bij bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren. Of nou, in mijn geval bijvoorbeeld heb je PAN. Dat is dan een groep van zorgverleners die allemaal voor de groene zorg en plantaardige voeding zijn. Of je hebt Extinction Rebellion en dan speciaal voor zorgverleners. Dat is er allemaal. Maar juist dat oncomfortabele even opzoeken.
even door die weerstand heen gaan. Je leert er ook heel veel van, want wat jij misschien ook wel eens hebben gemerkt, ze komen met standpunten die misschien nog wel enigszins hout zijn. Dan kan je ook weer verdiepen van oké, en hoe weet je, als je uit de bubbel stapt, dan moet je dus ook weer even gewoon andere standpunten die ook best wel een punt hebben. En daar kan je dan nog sterker word je daardoor, doordat je steeds beter kan beargumenteren waarom het toch echt een andere kant op zou moeten gaan. Ja. Zo zie ik dat. Ja. Mooi. Zeker. Dankjewel voor je tijd, Armanda. Ja, jij ook bedankt, Lop. Tot over 2,5 jaar, denk ik dan weer, hè? Ja, precies. Ik ben benieuwd waar we dan staan. Ik ook. Ja, en als je dit hoort, dan ben je aan het einde van de aflevering gekomen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En tot die tijd, abonneer jezelf op deze podcast, want dan mis je sowieso deze aflevering niet, dat die dan vanzelf verschijnt. In je favoriete podcast-app. Bij Spotify doe je dat door op volgen en het belletje te klikken. En bij Apple Podcasts klik je op het plusje. En mocht je deze podcast nou bekeken als video op YouTube, geef dan alsjeblieft even een duimpje omhoog en me abonneer je op mijn kanaal, want dat support mijn kanaal enorm. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot over een week!